bestrijden van racisme en discriminatie. Nederland blinkt er nog steeds niet in uit. Die conclusie staat in een deze week verschenen rapport van de Raad van Europa. Dat is een Europese organisatie die opkomt voor democratie en mensenrechten. Is het een tik op de vingers die we weer snel kunnen vergeten? Of moeten we er serieus bij stilstaan? Aan tafel de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Meneer Brenninkmeijer, de Raad van Europa, wat is het belang daarvan? De Raad van Europa is een heel breed samengestelde organisatie, waarin natuurlijk heel veel Europese stemmen tevoorschijn komen. En de Raad van Europa monitort allerlei belangrijke onderwerpen als hoe gaan we met gevangenen om, hoe gaan we met vreemdelingen om. En reflecteert daarop en geeft lidstaten van Europa de kans om na te denken, zitten we eigenlijk wel op de goede spoor? En zo'n rapport, moeten wij er ons iets van aantrekken? Ik denk het wel, alleen al om het goede voorbeeld te geven, want de Raad van Europa is ook kritisch over Rusland. En als je verwacht dat Rusland zich wat aantrekt van kritiek op de mensenrechten situatie, dan moet je hetzelfde natuurlijk ook doen. Dan moet je bij een signaal van de Raad van Europa je de vraag stellen, zitten daar elementen in die vragen om een nadere afweging, of we misschien maatregelen moeten nemen, of we misschien zitten te slapen op een aantal punten. Ja, en welke opmerking, welk commentaar uit dat rapport vindt u nadere overweging waard? De belangrijkste overweging is eigenlijk een reflex op wat je in onze samenleving ziet en wat nauwelijks besproken kan worden. Maar dat is dat het politieke tij in Nederland discriminator is. Dat het politieke tij in Nederland racistisch is. Dan heb ik het niet over één politieke partij, maar integraal. De stemming in Den Haag is tegen vreemdelingen, is tegen het buitenland. De heer Van den Kamp zei net, populisme, nationalisme. Nederland is erg populistisch en erg nationalistisch. En als je het bijvoorbeeld aan de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking vraagt, dan staat Nederland in Europa op de derde plaats na Griekenland en na Oostenrijk als het gaat om het discrimineren van mensen. Om te voorkomen dat het iets te abstract wordt, hè, dat u zegt, het politieke tij is in zijn algemeenheid discriminator. Kunt u mij een voorbeeld geven van een uitspraak die zeg maar uit onverdachte hoek komt en volgens u toch discriminator is? Nou, in ieder geval, het is weer een tijdje geleden, maar het is wel een heel helder voorbeeld. Het meldpunt Polen was natuurlijk heel duidelijk. Dat heeft Europees enorm veel effect gehad. Het Europees parlement heeft zich er tegen uitgesproken. En premier Rutte heeft toen vervolgens gezegd, ja, dat is aan een politieke stroming als van Wilders om daar iets aan te doen. Maar wij doen er niks aan. Ja. Nu is dat Polen-meldpunt misschien een apart geval. De Raad van Europa schrijft dus een rapport dat politici en media in Nederland schrijven over bijvoorbeeld Oost-Europese arbeiders, alsof die immigratie een bedreiging is voor de Nederlandse samenleving. Kan zoiets niet worden gezegd? Nou, ik vind dat je er een reëel beeld van moet scheppen. Dat wil zeggen dat wij Oost-Europese mensen nodig hebben in onze arbeidsmarkt. We zijn er steeds afhankelijker van. In de meeste gevallen gaat het ook goed. Eerder is het probleem dat we ze uitbuiten dan dat. Maar het beeld scheppen dat ze een bedreiging vormen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de islam. Heel veel mensen met een islamitische achtergrond vervullen een hele waardevolle rol in onze samenleving. Maar er wordt een beeld geschept, Oost-Europa. Maar met alle respect, dat is uw opvatting, dat u zegt ze vervullen een waardevolle rol. In op het politieke toneel van een democratie moet je toch kunnen zeggen dat je geen voorstander bent van immigratie uit Oost-Europa? Dat is inderdaad een geldige politieke mening en die kun je ook inderdaad verwoorden. Het enige is, als wij zo sterk gaan overhengen, Helle, dat men vanuit het buitenland zegt, wat is er nu aan de hand in Nederland? Dan is er reden voor reflectie, dan is het inderdaad de vraag. Oud-president Carter van de Verenigde Staten, die zei onlangs in een internationale conferentie, Nederland vergeet om zijn diversiteit te managen. Ja. En dat wil zeggen dat je leert omgaan met diversiteit en daar niet zo krampachtig in bent. Maar ik spreek heel veel mensen die vanuit Nederland internationaal werkzaam zijn en die zeggen allemaal, wat is er toch aan de hand in Nederland? Ja. Maar dus enerzijds zegt u, binnen de vrijheid van meningsuiting mag je kunnen vinden dat immigratie uit, laten we maar zeggen, Oost-Europa niet wenselijk is. Aan de andere kant zegt u, je moet diversiteit goed kunnen managen.
Wat is er dan precies mis in Nederland? Wat er mis is in Nederland is, en dat is ook universeel bekend, we zijn nogal bot, we zijn nogal direct en erg uitgesproken. We verliezen vaak nuance uit het oog. Het cabaret is keihard, de politiek is keihard. En het is eigenlijk in deze tijd bon ton om af te geven op. En daar zou je toch op een gegeven ogenblik de vraag tegenover stellen van, is er ook reden om eens na te denken of dat wel een verstandige rol is? U zegt bon ton, c'est le ton qui fait la musique. En wat dat betreft zegt u, zijn we veel te bot en misschien daarin discriminator. Ja. Ja. Nou, afgelopen week confronteerde PoNews politici in Den Haag met dat rapport van de Raad van Europa. En politici reageerden eigenlijk unisono meesmuilend met de reactie van, waar bemoeit de Raad van Europa zich mee? We bepalen zelf al hoe we met elkaar omgaan. Wat zegt zo'n reactie? Dat zegt dat Nederland zich ongenaakbaar toont. Of de politiek toont zich ongenaakbaar. Ik heb het zelf ook gemerkt dat ik op een gegeven moment over mensenrechten begon. En direct had ik de minister-president tegen mij. Die zei van, waar bemoeit de ombudsman eigenlijk mee? Want er is toch niks aan de hand. Dus dat is de houding. Ja. Barbara Oma heeft een oratie geschreven waarin ze ook aangeeft, Nederland vindt dat mensenrechten een buitenlands onderwerp is, maar geen intern onderwerp. Ja. Nee, want u noemt zelf dat de minister-president zich tegen u keerde. Als je kijkt naar de mores in de Tweede Kamer, dan grijpt ook de Kamervoorzitter nauwelijks in als het er grof aan toe gaat. Wil Den Haag daar dan wel iets aan veranderen? Nee, mijn indruk is dat in Den Haag eigenlijk een sfeer heerst van anything goes. Je zou kunnen zeggen, een minister-president gaat het mij niet om, de heer Rutte. Een Kamervoorzitter gaat mij ook niet om de persoon. Een vicepresident van de Raad van State, een president van de Hoge Raad. Die kunnen op een gegeven ogenblik het signaal geven van, er gebeurt iets in onze samenleving wat echt ongezond is. Maar die kritiek wordt niet aanvaard. Bijvoorbeeld de Kamervoorzitter heeft als consigne van de Tweede Kamer, je mag je niet bemoeien met, zeg maar, de ruwheid van het debat. En dan zien we iedere keer weer dat als het debat ruw is, de Kamervoorzitter moet achteroverleunen. Ja. En dat kan niet. Iets anders wat de Raad van Europa zegt is dat discriminatie niet is toegenomen, maar eigenlijk een constante factor is in de Nederlandse samenleving. Ervaart u dat ook zo? Ik ervaar het zonder meer. Het is een zware onderstroom in onze samenleving. Bijvoorbeeld de Universiteit Tilburg heeft aangegeven dat de arbeidsmarkt heel sterk beïnvloed wordt door discriminatie, omdat mensen van buiten er eigenlijk niet tussenkomen. Dat is manifest. Ik ervaar het ook. Het probleem is, mensen die gediscrimineerd worden, die klagen niet. Ik ga komende week in gesprek met mensen die zeg maar het risico lopen van discriminatie. Amnesty International komt na volgende week met een rapport over ethnic profiling. En bij de Wat politie. Dat betekent dat overheidsdiensten zoals de douane, de Koninklijke Marechaussee, de politie selecteren op kleur, haar en dergelijke. En je etnische achtergrond speelt een rol. En dat is vrij manifest. Bijvoorbeeld. Dat is manifest, maar is dat ook zo gek als je politieman in Amsterdam bent, waar de criminaliteitsstatistieken een oververtegenwoordiging geven van, ik vind het ook niet fijn, maar een oververtegenwoordiging geven van mensen met een kleurtje. Is het dan gek dat er een soort van ethnic profiling is in Ja, het is gek en het is heel gevaarlijk. En de politie zelf vindt het gevaarlijk. De politie Amsterdam heeft een rapport laten uitbrengen over ethnic profiling. Constateren dat ze zich er schuldig aan maken. Vorige week was er een reportage over de politie Den Haag. Waar bleek dat Den Haag in de Schilderswijk de politie ongemeen agressief is in de richting van mensen met een andere achtergrond dan de Nederlandse. En dat is gewoon politiegeweld, ongerechtvaardigd politiegeweld. Dan heeft u over de bejegening. Dus één is het staande houden, twee is vervolgens de bejegening. En daarvan zou die bovenmatig agressief zijn, zegt u. Ja, nou, daar zit ook ethnic profiling in die zin. Dat betekent dat iemand met een kleur, daar kun je op los timmeren. En waar komt dat vandaan, dat gedrag? Dat is een mentaliteit die in onze samenleving steeds verder doordringt, omdat we er niet kritisch op reflecteren. Omdat politici een houding hebben van, nou ja, dat moet je kunnen zeggen. Hè? De populistische stromingen die worden sterk ondersteund. En iedere politicus die telt zijn knopen van, wat kost het me aan kiezers als ik hier tegenin ga. Maar ook in de media zie je dat heel makkelijk de stroom is van, ja, dat moet je toch kunnen zeggen. Ja. En moet de regering iets gaan doen met dit rapport?
in ieder geval goed nadenken waar we mee bezig zijn. Maar ik moest wel zeggen, bij de voorbereiding zag ik dat bijvoorbeeld in Duitsland de Duitse regering een antidiscriminatiecampagne is begonnen. Nou, het zou Nederland sieren wanneer de Nederlandse regering een antidiscriminatiecampagne zou beginnen. Gelet op het feit dat we nu op de derde plaats zitten met discrimineren in Europa. Oké, nou, we gaan het zien. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst, Brennick Meijer.